Ja, maar start dan. Ja, kan ik beginnen? Ja, ik ben al gestart, allang. Oké. Het komt er ook allemaal in. Hallo mensen, dit is Call of Duty, LSPDFR en more. Het is een mixkanaal. Vandaag gaan we Call of Duty Warzone spelen. Ja, met vrienden. Het wordt... met vrienden? Dat kan ik jullie niet noemen. Met vrienden van Call of Duty. Dus. Ah, oké, ja. We zijn momenteel het beste team wat in Nederland bestaat. Ja. Dat gaan alleen maar, eerst laten zien. Ik word nu gebeld dat mijn pizza beneden staat. Ja, schei uit hoor. Goeiedag. Hi, ik ben Flottie Delft. Hi. Ja, ik kom eraan, dank je. Dat klinkt niet als een Italiaan. Ik ben zo terug. Ja, is goed, ja. Nou, weet je, in de tussentijd kan de... Let dat erin. Ja, zeker. In de tussentijd kun jij misschien even uitleggen, wat is Warzone, oftewel Battle Royale nou eigenlijk? Ja, Battle Royale, ik weet niet of je het zou kennen, maar Battle Royale is gewoon teams tegen teams. En dan teams van 3 of 4 of solo's. Tegen allemaal andere mensen. En er bestaan maar er kunnen 140 man in deze Battle Royale zitten. Ja? Dus het is chaos. Chaos. En dat is leuk. Dat ervaren wij nog nooit, chaos. Wij zijn de rust hem zelf, toch? Wij zijn ook altijd de cirkel voor. Altijd. Hoe vaak hebben we al vastgezeten in het gas? Hoe vaak zijn we al doodgegaan zonder dat... Ik denk dat we vaker dood zijn gegaan door het gas dan door andere mensen. Ja. En ligt dat aan ons? Ja. Kunnen we er iets aan doen? Ja. Leren ervan? Leren we er ook van? Nee. Nee. Dus, goed. Maar ik vind het leuk bij jou. Gerust, van de betere die ik heb gespeeld. Oh, er is hij al. En we hebben natuurlijk met z'n allen heel goed nagedacht over onze klas. Strategieën. Wij hebben dan ook deze klas een M4 A1 level 66 en ik heb dan nog de MP7 level 29. Dan hebben we Jasper hier, ik Ghost met een zieke sniper, want daar is hij goed in. En Lars, ik weet eigenlijk niet wat hij voor een wapens allemaal heeft, maar die ik, komt ook wel in de buurt. Ik gebruik ook M4 en SMG, ook MP7. Ik denk dat als je wilt winnen, maar dan moet je niet in een potje tegen ons komen, want dan moeten wij winnen. Maar stel dat je wilt winnen en je wilt wat strategie. Ja, er zijn genoeg filmpjes op YouTube, maar ik waarschuw je ook alvast. We gaan niet 78 kills bij elkaar halen. We gaan ook niet... Nee. We gaan ook niet de aanval opzoeken. We gaan meer strategisch richting het einde van de cirkel werken. En dat is onze tactiek. En als je daar niet mee eens bent, dan moet je nu stoppen met kijken. Of geef je dus een kans en kijk eens of het ook leuk is. Ik weet niet of jullie het leuk vinden. We gaan in ieder geval starten. Ik zou zeggen, Jasper, start maar. En dan zien we een stukje pizza. Ja, eet een stukje pizza. Het is ook echt gewoon 12 uur in de middag en deze gast het pizza te eten. Let's go! Hey, dit is inderdaad wat Wim zegt. we gaan voor de strategie. Deze man is er nooit op YouTube geweest. Hij is zenuwachtig. Nerveus. Nee. Ik, ja. Jawel. Stop ons maar gewoon met praten. Stop maar met praten. Hey, we hebben ook besloten om nog een vierde man erbij te laten komen. Dat kan iemand uit Amerika zijn, dat kan iemand uit Congo zijn, weet ik. Wat? Onze region staat op Europe, dus. Ah. Ze moet op onze Damasco? Misschien is ze wel Nederlands. Hallo. Nee? Oké. Okay. Ja, nou, oh, het is Demons. God. Hij zit er eigenlijk uit. Het is ook een PlayStation speler. Ja, nou goed. We hebben besloten om deze gast erbij te laten komen. Waarom hebben we dat nou besloten? Omdat we... Ik denk dat we eigenlijk wel kans maken tot als hij goed is, dat hij ons kan helpen. Stel nou hij is super slecht, dan laten we hem gewoon lekker doodgaan en dan is die, dan kopen we hem ook niet terug. Maar stel we hebben er ook echt iets aan, dan kunnen we hem denk ik als vierde man zeker gebruiken. Dit is altijd een warm-up rondje, die ga ik niet laten zien. Ik zie jullie zo meteen als we onze locatie hebben uitgekozen en gaan looten, hoe we dat noemen. Tot zo. Nou is ja? Als we die heli pakken, kunnen we zo naartoe vliegen. Sure. Dat is sneller dan parachute. En die heli staat hier rechts onder, dus dat is snel secure. Ja. Oké, YOLO. Ik zie jullie. En die gast, die gaat mee. Ja. Kijk of een van jullie hem kan securen. Dat niet hij vliegt. Ja. Nice.
Oké. Yo. Maar dan rekenen we mee dat mensen nu ook al onderweg zijn naar de... Nou ja. Check de lucht gewoon. Nou, welkom kijkers, voor jullie weer. We zitten met een of ander Pipo. Hoe spreek je het uit? Misschien kan Jasper het even zeggen. Kuro Kikitsune. Snap je? Nee, met hem zitten we. Dus we hebben net een hele gesecured, hoe we dat noemen. We stellen hem heel snel veilig en die pakken we direct om naar prison te gaan. We hopen dus, het vliegtuig is zeg maar hier overheen gevlogen, dat daar niet iemand met de parachute al onderweg naartoe is. Want stel je springt hier, dan zou je zomaar bij de prison kunnen aankomen nu. Dus we laten ons een beetje verrassen. We gaan daar weer looten. We gaan daar zorgen dat we zoveel mogelijk wapens, geld, armor, vooral armor is ook belangrijk hè, krijgen. En dan zijn we daar weer de kloten op en dan gaan we richting cirkel waar we de aanval hopelijk kunnen gaan inzetten. We gaan vandaag eens proberen om een potje een beetje anders aan te pakken en daarmee bedoel ik... We gaan... ik pak de onderring dan weer. Sorry, okay. We gaan kijken of we misschien echt mensen kunnen gaan opzoeken en aanvallen. Maar daarvoor moeten we wel een hele goede klas hebben. Dus dat gaan we zo meteen doen. We gaan nu hier eerst beginnen. Ja, lijkt erop dat er hier nog niks is. Dus... RPG, we gaan winnen jongens. Doe jij hem daar naar Wim? Yep. Ik ben hem ook. Oh, ik heb ook een RPG. Dit wordt hem. Ik heb ook een RPG. RPG game. Misschien is dat wel gewoon de tactiek die ja, we al heel veel. Ja, misschien wel. Gewoon al die RPG. Wat is dit wapen? Wacht even, ik zie het even. Oh, wat? Ah, oh, je schiet. Ik dacht dat je iemand ziet. Hij heeft groene kogels. Nice. Als in legit. Echt groene kogels. Maar ik schiet zoals ik bij jullie ben een keertje. Nou, die RPG's wat we nu allemaal zitten te pakken, dat is natuurlijk niet, of voor mij in ieder geval niet, standaard. Maar we willen eigenlijk, stel dat we dadelijk iemand met een heli of zo krijgen, dan kunnen we die in ieder geval lekker uit de lucht schieten. Maar we gaan natuurlijk, we verzamelen nu wel heel veel wapens, maar uiteindelijk gaan we toch weer voor die loadout drop. Dus het maakt niet zoveel uit. Maar we verzamelen nu in het begin vooral die wapens om te zorgen dat als we dadelijk ineens worden aangevallen door iemand, dat we in ieder geval wel iets hebben om terug te kunnen vechten en niet met de pistool dat hoeven te doen. UAV uit een chest? Nice. Dit wordt hem. Oh, dit wordt hem, ik hoor het. Ik ruik het. Houd er ook rekening mee als je nog nooit Warzone hebt gespeeld en je hebt bijvoorbeeld wel Call of Duty, dat bepaalde dingen vanzelf worden opgepakt, bepaalde dingen ook niet. Dus bijvoorbeeld een, kijk zo'n armor plate, als je er overheen loopt wel, geldt ook. Maar zo'n semte of zo'n weet dat, frag grenade, dat weer niet. Nu heb ik wel al een molotov, maar zelfs als ik die molotov niet had, die pakt die niet op. Dus als je die wilt, moet je die echt specifiek met F oppakken. Dat is wel een handige tip voor de mensen die dat... niet weten, hier is al geloot. Molotovs zijn wel echt goed om mensen uit bepaalde plekjes te flushen. Ja, als je echt wilt dan kun je inderdaad wel met wat leuke granaten en zo. Oké, ja, ik heb genau. Ik zeg arm drop. Of dinges drop. Loadout. Ja. Dus je kunt iemand uit de lucht RPG'en. Waar is die guy? Oh, die is die locatie aan zich. Ja. Oh, dat is hier zo. Hoe praat je eigenlijk in game? V. Geloof. Wie bot en loadout. Recon intel secured. Solid. Nice, let's go. Wim, kom je? Of? Ja, even heartbeat sensor pakken. Kan iemand een goede locatie pingen voor loadout? Een beetje op de rand. In de bergjes daar. In de cirkel is dat? Ja, ja. Ja. Je kan drop all loaded drop there. Yeah. If you want to win. Alright. Hij praat terug. Meestal krijgen we altijd gekke Spaanse mensen die niet... die wel eens praten, maar alleen maar tegen elkaar en geen Engels praten. En dat is vreselijk irritant. Maar hij snapt ons in ieder geval. We are pre-made, so just that you know. Ik weet niet wat lach zijn, maar dat... Ja, yeah, I can see it from the clantech. Ja, ja, ja. Prima, dus zeg maar dat je samen join bent. Ja, ah, samen... Speelt.
Iedereen die hier komt, doe ik helemaal de moeder RPG in. Hier is een ammo. Oké. Okay. Jasper, kijk trouwens. Wacht, ik ga kijken. Waar ben je? Sora, hier. Zie je? Hè? Is wel kicken. Ja, ik wil het wel proberen. We hadden trouwens ook een techniek gezien. Kijk, dit ding wat ik hier drop. Die. Die moeten we binnenkort... Nee, wacht, dat was dat... Nee, C4. Dan willen we zo'n recon drone pakken. Die laten we dan door de... Die laat iemand dan opstijgen. Dan ga je mensen zoeken. En dan gooit iemand anders daar een C4 op. En zodra dan je in de buurt bent, laten ze die C4 ontploffen. Ja. Loop het verder, heli verder. Ja, kom maar op het. Ik hou niet zo van de heli. Nou, nu gaan we gewoon kijken. De cirkel is natuurlijk dit. We hebben ons advantage tot de volgende cirkel kunnen we zien. Dat wordt helemaal daar. Dus daar gaan we ook wel heen. Lijkt mij. Ja, ik denk het ook. En Quarry kan een best drukke plek zijn. Dus dat is wel goed. We hebben natuurlijk... Op laatste cirkel military base in de buurt. Dus wordt open. Oh, dat is op zich wat chill. Alleen we hebben geen snipers, hè? Of heb je nu wel een sniper, Jasper? Ja. Let op mijn blauwe ping, want er staan twee auto's die er niet horen. Of in ieder geval één hoort er niet. Die truck hoort daar, maar die andere niet, die kwad. Oké. Nou, Jasper, misschien kun je de kijkers ook even vertellen hoe je nou weet. I got movement. On the fire station. I read you. Misschien kun je ook zeggen, Jasper, als je dadelijk iemand neer hebt gesniped, waarom je nou weet dat die auto's daar niet horen? Armor break beneden. Heb je geschoten? Ja. Oh, Madman. Ja, oké. Ik vind ook dat we moeten engageen. Kom maar. Oh, wacht. Er wordt teruggeschoten. In de toren, denk ik. Nee, daar ze. Airstrike. Ze hebben een airstrike op ons getropt. Maar dat maakt niet uit. Daar ze. Oké, ik zit nu kogels te verspillen. Ik kan hem down. One in this building. Over. Jasper, gaan wij daarin? Ja, wacht. Ik zit hem te kijken of ik hem in één keer kan snipen hier. Truck? Ik geloof dat die gas ook een precision airstrike heeft gekocht. Two knocked, ja, oké. Ze rennen weg. Got him. Oké, er zit er eentje in de truck en er zit er eentje binnen. Sowieso. I got one left as well, but... There wasn't that guy. Here. I got two guys with my airstrike. One down. Down. Oh, nice. Headshot eliminated. Okay, ik zie niemand meer op. Nee, team wipe niet. Binnen laat heartbeat niks zien. Nou, er zit er nog wel één. Kom maar zoeken, ja. Maybe one in the fire station. Wacht, Semtex omhoog. Nee, niks. Waar is hij dan? Armor's over here. Hier? Heading in. Bit of body armor. Ik zie hem niet. Als je iemand nou hebt gekillt, dan komt er natuurlijk... Was dat een sniper? Ik praat een beetje Engels van hem. Nothing on the heartbeat sensor. Oké. Okay. Dit is zo'n gast waarvan ik zeg van hier heb je tenminste iets aan als vierde man. Ja. Dus daarom, ik weet niet of iemand een heartbeat sensor nodig heeft. Nee, ik heb al. Zit er redelijk in de buurt. Van die trucks, hè? Dat ging ik uitleggen. Daar staat nu ook een truck. Die hoort daar denk ik ook niet. Die ik heb gepinkt. Maar voor de kijkers, je ziet als je op de map kijkt, de plaatsing van auto's, zeg maar auto's die staan altijd alleen op de kaart. En als er bijvoorbeeld twee heel dicht op elkaar staan, dan weet je dat één van de twee er niet hoort. Auto's staan altijd alleen en staan altijd op plekken bij gebouwen in de buurt. Maar stel jij ziet ergens een truck en je ziet daarnaast... Wacht even. Waar? Achter ons? Ik denk het, ja. Ja. Die komt behind. Alright. Ik zie hem alleen niet. Ja, fire station. Movement. Ik denk dat er twee zijn. I think they are two. Hij pakt die terug.
Hij is alleen. En hij is weg. Let's leave him. Nee, hij is uitgestapt. Oh. Vehicle disabled. Nice. Oh, het gas. The gas is coming. We have to go. Let him. Just watch behind, but... Alright. Yeah, we'll faster down, so should be fine. Ja, we zijn wel niet snel dan het gas, denk ik. Blauwe ping is einde cirkel. Het is niet heel ver. Deze heuvel. Scheel. Ja, we komen hier niet omhoog. Ja, hier wel. Hier. Ja, maar ik ben al... Kut. Oh, fuck me. Ren maar. Rennen jullie dat? Rechte lijn. Rechte lijn nu, dan moeten we terug rennen, denk ik. Ja. Ik heb dat we niet geflankt worden. Kijk, dit is het kutte. Dan ben je aan het focussen op iemand die ik heel toevallig achter ons zag rennen. Waar je guys from? En ineens... Nederland. Zie je... Germany. Oké, okay, safe. Deutsche Boyer. Goeie raak. Even rust, wacht even. Oké. Dit is dus waarvan we toen straks, al ik weet niet of het in deze video was of is in deze video, maar we hebben in ieder geval eens erover gehad dat we best vaak door dat gas echt wel werden gepusht. En dan ren je ergens op af waar je of niet wilt komen. Wat zei je nou? Sorry, zeg het. Ah, je gaat iets kopen. Oké. I'm gonna buy a drone real quick. Ja, sure. Drone wilt hij kopen. Als we slim zijn... Can you buy UAV or... Nou, wij kunnen ook wel UAV's kopen. Ja, I got it. Oké, okay, nice. Hij heeft ook een... Ja, hij bedoelt drone als UAV. Ja, ik heb iemand van mijn geld terug, dan koop ik er ook een. Oké, ik kan er een kopen. Ja, ik koop ook een UAV. Kan erbij zijn een auto? Always useful. Oh, ik heb nog een UAV. Wim, heb jij een UAV? Ik heb geen UAV. Oké, hier, kom. Dan krijg jij mijn geld. Koop jij er een. Dan moeten we move. Hier, ligt wel oppakken natuurlijk. I'm a scout, hè? Watch your sectors. Checked. Wie heeft... Lars, heb jij een UAV? Ja. Oké. Okay. Ik heb er één, hij heeft er één en jij hebt er één. Oké, we all got UAV now. Nou, grid marked. Let's move out. Het is een airstrike, maar dan ben je UAV kwijt. I don't know if we can climb up to the hill. But... Ik had een auto gemarkt. Begin te rennen, want we... Dadelijk komen we... Kijk, hier staat een... Sniper on the green ping. Alright. He didn't fire on me, sir. But I had to shoot from there. Oh, actie. I'm not. Good. It's close. Activating my UAV. Armor break? Heb ik gulag? Hij heeft UAV. Surviving earns them redeployment. Waar komt die guy vandaan? Achter jou. Ja. Team wipe. Ik heb hem. Jij ligt in een UAV. Ja, we moeten wel rennen, boys. Want Lars gaat dit sowieso niet meer redden. Of hij moet heel snel naar beneden komen, maar wij... Nee, dat red ik niet. Want wij komen hier ook niet, denk ik, 1, 2, 3 omhoog. Nee, we komen hier niet omhoog. Pak die truck. Grid marked. Let's move out. Okay, let's take the truck so we are safe. Ik heb een pick-up nodig, want ik ben... Who's driving? Zit die gast erin? Ik ben... Ja. I'm on. Okay. I don't like trucks, so we have to get out as soon as possible. There are a lot of persons around. Okay, stop hier. Jasper, kun je zien of je safe zijn? Nee, ik zie hier onder gasten. Ja, oké, okay, maar... I see one. I got him with a pistol. He's not. I got him. Sniper? There's stuff. Sniper in the green building. Green bank, sorry. Watch the circle, boys. Alright. Oh, okay. Fuck. Jasper, heb jij hem? Grid marked. Green ping. Ja, die rennen voor het gas. Laat die maar gaan. Okay, so the sniper run away. Here, down. Down here. Copy. Op store, Lars, liggen heel veel spullen. Ja, er zijn nog guys. This building, this guy. Ik zie nog niks in dat gebouw met sniper. Ja, er is er een.
Ja. En daar rennen ze achter die muurtjes, rennen ze ook. Maar die rennen voor hun leven, denk ik. Ik kan niet alleen pushen. Gaan we die beneden hier pakken? Ja, push maar. Ik heb een pistool dus. Wacht, ik ben achter jou. Hier. Kut, sorry. Laat hem maar komen. Hij is binnen, hij is binnen. Ja, ik heb hem down. Eliminate. Revive. En daarna moeten we door. Ik moet even snel wat ophalen. Nou, hij ligt hier genoeg. Pak hier je shit en pak bij de store dingen en dan moeten wij gaan rennen. We moeten nu al gaan rennen. Ligt de armor? Ja, die gast heeft vast armor. Do I turn on UAV? Zal ik UAV openen? Hier achter die muur zitten mensen. Ik start hem. I don't have my UAV anymore. Oké, okay, I will put it on right now because I saw some guys running behind those walls. Requesting recon flight. All right. Okay, they're in front of us. I think yeah, in the hangar. Copy that. Yeah. Even rust, even kijken. Yeah, check. Meerdere mensen. They're running to the next one. Let's I count three. One's running by the walls. Those. Okay, let's go. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Got movement. Ja, wacht even, even armor doen, dat heb ik namelijk niet meer. En dan moeten we, watch out for the gas. Should we push him? Or? Ja, we have to. I'll check around here. Een actie, Wim? Watch that hanger on the left. Zo! Waar? Ja, achter het muurtje, 15 meter. Check. Perfect. Semtex. Hoor je het van mij? Semtex, granaten. Oh, er is er eentje in de bossen, bosjes hier. Ja, ja, watch out. Down. Ik heb even ping nodig, boys. Nee, we hebben hem nu. Ja? Safe? Hij was in de cirkel, get in de cirkel. Oh, eentje voor een loadout drop? Wow. Kijk of je achter de bunker komt. Ja, ik word vol beschoten. Oeh! 50 meters, west. Je hebt allemaal. One in the hangar, one ran into it. Voor ons, bij achter de loadout drop. Two guys, sniper. 44 meters, to the left. Inside the hangar. Down, two guys. Finish him. Kill confirmed. Armor break, down, ah. Team wipe. Team wiped. You getting shot? Okay. Are you getting shot? From back, like there. Moving. Where up there? Daar achter wordt vol geschoten. Let two guys in front, 13 meters. Waar zo? Ja, echt recht voor ons. Kunnen binnen zijn in de hangar. Nee, achter de stenen denk ik. Nee, zijn binnen in de hangar. Zijn hier binnen, hieronder bij ons. Claymos ofzo, ja. Wat ja, let op, heel die deur hangt vol. Met C4. Niet via achter. Niet? Nee, hangt vol met C4. Ik kan wel achter pushen. Maar die blazen op als... Ik doe die deur open, dan blazen ze hem op. Snel wegrennen. Hier is de... binnengang. Kijk of je eentje kan laten ontploffen, dan vernietigt hij die andere misschien. Die linker kan je laten ontploffen als je goed kijkt. Watch out, the other side! Zie je? Ah, ja, yeah, nice. Team wiped. Got him? Yes, ooh. Team wiped. Oké, okay, watch out in front. I got no armor left. Fuck. Okay, watch out, sniper. Looking at the door. I give you some armor, where you at? Oké, wacht. Ik loop even buiten om je houden. Ik check hem af. Er was een sniper watching us. Ja, ik heb nog een UAV. Oké, ja, wacht met inzetten dadelijk doen. Ik ga buiten om. Run by the shop view. You've got gas moving in. You want to run over there? Moving.
Yeah. Or to the other hangar. We got nothing to lose and the gas is coming, so I think we have to. Sniper, watch out. You see him? He's down. Yeah, he's behind the wall, right behind it. You'll be alright. Now we have to be fast, we have to be fast. Yes, yes. Just protection. In hangar. I'm hit. One down at the hangar. Leave me. Hangar. Oh. I was stuck in the fuck. Oh, hoe lang ben jij al dood dan, Lars? Ja, de hele tijd. Ik was in het begin dood gegaan door die ene guy. Die zouden die jou downen. Ja. What's up on the hangar? In de hangar zit iemand. You guys are on the hill. Ga in een hoekje zitten, Jasper, en wacht, want de cirkel is in jouw voordeel. Gewoon in een hoekje zitten. Laat het maar even, ja. Oeh. Ja, kijk, jij... Dat is achter de muur volgens mij. Ze zitten achter jou. Even meekijken. Er zitten drie man daarboven. En twee man binnen. Ze schieten op die andere guys. Ja, ik kom niet meer weg hier. Ik zit vast. Zit je legit vast? Ja. Buggins. Oh my god. Oh. Oh. Jammer. Oh. Nou. Netjes. Wederom derde. Good game. Misschien wilt u nog een potje met ons. Nou, ik had 5 kills, netjes aan. Hij zit ook vast. Die andere zit ook vast op jezelfde plek. Ja, ik zie het. Even spectator, dit vind ik wel even leuk. We gaan even kijken. Ja, nou dat had ik dus ook. Hij is dood. Ja, dat is helemaal ruk. Lekker man. Dan is er nog maar één team over en die hebben nu gewonnen omdat die andere twee gasten gewoon vast zaten. Nee, er is er nog... Oh, ja, nee, dat was de laatste team. Kijk eens, daar staan we. In memorial. Memoriam. Oké, dat was mijn potje wel. Maar goed, we zijn wel een beetje van het rustig aandoen naar meer pushen en ik denk dat dat best goed ging. Dus ik zou zeggen, laten we dat dadelijk weer proberen. En voor jullie bij de volgende Call of Duty video. Dus bedankt voor het kijken. En ik zie jullie graag bij de volgende video. Tot dan. Hebben jullie nog iets te zeggen? Ja, was gezellig. Vaker ja, toch. Vaker lachen. Oké, doei.